lekker vroeg op pad op zoek naar Thomas. Van, ja, je kende hem eigenlijk altijd van zomaar, maar inmiddels is hij YouTuber bij Concentrate onder andere. Ik heb een lekker ontbijtje voor hem en hij woont hier. En het leuke is, hij woont samen met Thomas van Stuk TV. Twee Thomassen in één huis. En Thomas zit dan bij het kompot. Dus ik ga bellen. Thomas Stuk TV. Ja, kom maar. Top, ik zie je zo. Holy moly, wat een deur. Goedemorgen. Goedemorgen. Dankjewel dat je voor ons open wilt doen. Ja. Een kast van een huis. Wat is dit niet? Dit is niet normaal. Is dit jullie huis? De living room. Doe normaal. Echt waar? Ja, ja. Wat? Ja, daar beneden is zijn slaapkamer. Top. Alsjeblieft. Ga je slapen? Ik ga even verder slapen. Wat rusten. Wat rusten. Ik ga maar gewoon naar binnen. Goedemorgen. Thomas. Oh. Ik kom je wakker maken met een lekker ontbijtje. Oh, goed. Goedemorgen! Oh, wat leuk! Gezellig, hè? Ja, oh, wat leuk zeg. Ja, kan ik het ergens bij je neerzetten? Ja, als je ergens plek vindt. Hoe laat is het? Vroeg. Hoi, wat laat. Ga me aanvallen gewoon. Yep. Ja. Lekker. Maar mag ik wel eventjes een beetje rondsnuffelen? Nee, joh. Ja, dan kan ik zo tv kijken. Doe normaal. Dit is gewoon jouw tv. Ja. Ja, ik kan wel aanzetten. Dit is echt sick. Dit wil ik ook. Wat heb je overdreven veel zonnebrillen? Welkom terug bij Zapp Live. Jullie hebben even kunnen vergeten. Ja, dat is natuurlijk dus het kijken. Laat me zien wat je huis hebt. En zo zitten jullie zaterdagochtend. Ja, ik kom er zo tussen, ja. Hey, zullen we boven lekker verder ontbijten? Ja, laten we dat doen. Ja? Dan zie ik jullie zo boven. Oh, wauw. Wat een huis. Dat is echt niet normaal gewoon. De pasta van gisteren. Dit is de pasta van gisteren. Ik heb iets voor je meegenomen, namelijk een bordje en een stift. En ik ben benieuwd of jij een lijfspreuk hebt. Iets wat jij, gewoon een soort levensmotto, die je hier op het bordje kan schrijven. Hij heeft wel zijn levensmotto getatoeëerd op zijn voet. Oh ja? Ja, dat is wel waar. Is dit je levensmotto? Ja. En ik heb nog een tatoeage. Dat is ook een soort levensmotto. Ik weet niet of dat kan op tv, want dat zit op mijn bil. Die staat een serieus ook... een tattoo op je beeld? Ja, maar die staat ook een beetje... Wacht, hier gaat hij dan. Die staat ook een beetje voor... Dus je gek moet doen. Serieus? Ja. Mensen doen altijd zo serieus. En iedereen verklaart je voor gek als je een Pikachu op je beeld zet. Maar waarom? Het is toch alleen maar leuk? Snap je? Ja, waarom? Ik wilde je net voor gek verklaren, maar ik vraag me deze al waarom eigenlijk. Ja, het is toch alleen maar leuk? Als de lol niet komt, zet dan een Pokémon op je kont. En een smiley, natuurlijk. Als je tattoo ook. Tadaa! Zoals de tatoeages. Als je nou wil dat die voor jou is, dan moet je even naar zapplife.nl gaan. Dan kan die zomaar voor jou zijn en kun je gewoon hiermee ontbijten. Nou, even verder ontbijten. Ja. Dat is je ook echt gebruikt. Wakker worden!